start van het nieuwe economische seizoen kan pas echt beginnen na Bob Back to Business. En ondanks de barre weersomstandigheden kwamen zo'n 550 business professionals bij elkaar in de tuin van Auberge du Bonheur in Tilburg. Deze keer met het thema Biergarten des Glücks. Waarom hebben jullie voor dit thema gekozen? Ik heb het gevoel dat het met de economie wat beter gaat. Dat iedereen ook wel ziet dat de bestedingen toenemen. Je ziet dat de werkgelegenheid wat toeneemt. En in dat optimisme wilden we delen. En nou, als we een goed gevoel hebben, een fijn gevoel hebben, hebben we het onder alles samenvattende naam van geluk gedaan. En nou ja, na 7 wat magere jaren komen nu, hopen we, wat 7 vette jaren. Dus met de start van deze Bobborrel en geluk, denken we dat we ook een nieuwe 7 jaar inluiden. 7 gelukkige jaren. Nou, wat je ziet, en dat zie je vandaag helaas niet, maar de zon begint weer een beetje te schijnen in economisch Nederland. Dus de economie trekt weer wat aan. Dus eigenlijk is de oproep aan alle ondernemers, maak daar gebruik van, pak je kansen juist nu. Nou, eigenlijk waar we de komende tijd op moeten gaan inzetten is samenwerking. Samenwerking tussen bedrijven onderling, bijvoorbeeld om je werkgelegenheidsgroei te kunnen accommoderen. Maar ook samenwerking tussen gemeente, provincie, het Rijk. Je ziet dat daar kansen liggen, kansen binnen Brabant bijvoorbeeld, kansen in de regio, Hart van Brabant. En we moeten echt die kansen pakken. En dat doe je alleen maar door met elkaar die samenwerking op te zoeken. Bijvoorbeeld als het gaat om het aan het werk helpen van mensen. Hebben wij geïnvesteerd in het werkgeversservicepunt. En dat is eigenlijk een partner voor alle bedrijven. Als mensen zoeken, kunnen ze ons benaderen. En dan zorgen wij voor een goede match tussen de kandidaat en de vacature. We vinden het gewoon leuk om te sponsoren en mensen hier te ontmoeten. En ja, of ik er een speciaal profijt uit haal, dat weet ik niet precies. Maar het is gewoon goed. Het is een goede positieve uitstraling. Je kunt nooit precies zien, omdat ik op de Bob Back to Business bijeenkomst was, zijn er 10 nieuwe klanten bijgekomen. Maar het is heel goed als je mensen die je al een tijdje niet hebt gezien weer eens ziet, zodat ze aan je denken op het moment dat ze een advocaat nodig hebben. Omdat ik het belangrijk vind dat je als bedrijf ook zichtbaar bent in de regio. En daardoor doen we 1 keer per jaar zo'n activiteit. Omdat we het belangrijk vinden dat de mensen, de ondernemers ons kennen en weten wie Mutsaerts is en waarvoor die staat. Het thema is Biergarten des Glücks. Heb je geluk nodig om te ondernemen? Iedereen heeft een beetje geluk nodig, ook ondernemers. Je moet het wel proberen af te dwingen. Door zoveel mogelijk te laten zien en zo goed mogelijk te zijn in wat je doet. Maar ook dan heb je een beetje geluk nodig. Jouw eerste keren dat je naar de Bobborrel bent, wat vind je ervan tot nu toe? Het is heel gezellig en heel openbaar. Het is heel toegankelijk, laagdrempelig en bovenal heel gezellig. Smaakt het voor jou naar meer? Absoluut. Ik hoop mijn netwerk hier te kunnen uitbreiden en gezien het toch de grote opkomst, ondanks het weer. Maakt alleen maar mijn verwachtingen voor de volgende Bob-bijeenkomst groter eigenlijk. Het concept van Regio Business, prima. Hè, wat dat betreft, ik denk dat het een van de netwerken is die niet alleen laagdrempelig is, maar eigenlijk voor iedereen gelegenheid biedt om te netwerken. En ja, ik ben nu denk ik alle jaren hier bij de Auberge geweest. En ik zie het elk jaar alleen maar drukker worden. Hè, dus ik denk dat het concept geweldig aanslaat. Wat betekent Regio Business voor u? Ja, dat is voor mij wel een meeting point van onze relaties. Ja, ik kom mensen tegen die je niet elke dag ziet. Altijd gezellig, informeel, lachen en traan. Goed. Netwerken, mensen leren kennen, kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Aanvullend zijn qua dienstverlening. En ook soms mensen de kans geven om iets te kunnen ondernemen. Regio Business brengt ondernemers met elkaar in contact. Dit doen ze door het uitgeven van zakenmagazines en geanimeerde borrels, debatten, masterclasses en golfdagen. Kijk voor meer informatie over de Bob Events en Regio Business op www.regio-business.nl.